Wij hebben geleerd hoe wij kunnen vliegen op een wolkje. En daarmee kunnen wij ook verder op onderzoek uit. We kunnen hier overheen, alle kanten op. Vinden we hier dan nog iets? Hier is een groot bos. Een grote open plek. Kunnen we hier de diepte in? Daar lijkt het niet op. Ik kan zo een beetje om de map heen vliegen. Dat lijkt hier niet iets te zijn. Een grote wereld. We kunnen hier lekker vliegen. Hier lijkt ik naar beneden te kunnen. Nee, toch niet. Ik stuur naar beneden, maar dan krijg ik een invisible wall. Hier klinkt muziek, alsof hier iets gaat gebeuren, maar ik zie niks. Hier dan is een open ruimte. Waar ook niks te zien is. Ik denk allemaal open ruimtes, dan moeten we toch ergens iets tegenkomen. Ik kan hier lekker vliegen. Het is een opvallende boom. Twee opvallende bomen. Geen vijanden. Zie je dat? Dit zijn wel opvallende plaatsen. Wat hebben we hier allemaal? Herten. Hier kan ik naar beneden. Hier is heel veel water. Er gebeurt niks. Nee, ik kan hier lopen, maar er gebeurt niks. Oké. Hier naartoe gaan. Hier is nog heel veel water. Is hier iets te beleven dan? Oh, er is hier zeker wat te beleven. Ik schrok. Jouw Long of Waves. Een draak. Even wat heavy attacks erin. Oh, hij slaat heel hard. En hij doet lijpe moe. Ga ik even teleporten. Even wat heavy attacks, daar houdt hij wel van. Hoppa! Yeah, Long of Waves. Hebben we daarmee verslagen. Waterword Orb. Ja, ik denk even save pointje zoeken. Misschien wel even terug naar de vorige save point. Dat is denk ik dichtstbij. Want we hebben hier mooi weer een bosje verslagen. Kijken, waar is hij gebleven? Hier bij die kettingen, ja. Daar was die bos. Of de save point. Hier om de hoek. Kijk. Hoppakee. Bosje verslagen. Even saven. En dan gaan we in de volgende video weer naar de volgende bos op zoek. Rusten. En graag tot de volgende.
Joejoe!